70 teams in de zaal gekregen deze winter. En dat was een behoorlijke klus, maar het is uiteindelijk gelukt. We hebben heel veel kinderen met heel veel plezier zien hockeyen. We hebben ook heel veel ouders met heel veel plezier zien kijken naar hun kinderen. Scheidsrechters, diploma gehaald. We hebben ze zien fluiten, zaalwachten. Het was een enorme organisatie, maar het was een succes. Als er niet gezaalhockeyd gaat worden, dan ligt het zaalhockey 2 maanden stil. En de sporters ook niet. Dat zou heel erg jammer zijn. En ook voor de ontwikkeling van hun sport is zaalhockey essentieel. Het is echt een onderdeel van de opleiding die wij bij Kampong hebben. Bottleneck is niet de wedstrijden, niet de competitie, maar vooral trainingslocaties in de buurt van Kampong. Zodat kinderen op fietsafstand kunnen trainen en zaalhockey kunnen leren. Voor volgend jaar hopen we echt dat de gemeente ons gaat helpen om zaalhockeybreedte op de kaart te zetten en bij het vinden van de juiste locaties. De reacties zijn heel positief geweest. Het is heel leuk als een kind naar je toe komt en zegt van: heb je het al gehoord, we mogen zaalhockeyen deze winter. Zonder dat ze weten dat ik daar zelf ook hard aan gewerkt heb met allerlei mensen binnen Kampong. En dan hoor je direct van een kind hoe leuk ze het eigenlijk vinden. En dan kan je zien dat het een succes is. Oh, God.